73 jaar lag hij in een anoniem graf. Vanaf vandaag heeft hij een grafzerk met zijn naam, William Loney. Na jarenlang speurwerk bleven er twee namen over van mannen die het zouden kunnen zijn. Maar William had een opvallend kenmerk. Dat is het rode haar. Ja, dat was inderdaad kenmerkend voor hem. William Loney had een bijnaam, Ginger. En dat komt overeen met zijn haarkleur. Eerste luitenant Patrick van Aalderen wist zo de onbekende bekend te maken. Er werd een gevlochten parachutekoord gevonden in een gele kleur. En dat duidt eigenlijk op maar één bataljon die hier in de omgeving van Arnhem-Oosterbeek actief is geweest. Dat is het tweede bataljon van het Parachute Regiment. Daarnaast werd er op de stoffelijke resten een waslabel gevonden met een nummer daarin. En iedere Britse militair moest de laatste vier nummers van zijn waslabel altijd in de kleding naaien. Dus die vier cijfers die kwamen overeen met het legernummer van William Loney. Loney is 26 jaar geworden. Hij diende in Noord-Afrika en Italië voordat hij zich vrijwillig aanmeldde voor de luchtmacht in Arnhem. Kort na een sprong op 17 september 1944 wordt hij doodgeschoten. Vandaag krijgt hij een speciale zegening door de geestelijk verzorger van het Britse leger. Voor de 25-jarige Dan Lovegrove is het ook een bijzondere dag. Hij geeft nu leiding aan hetzelfde peloton waar William Loney ruim 70 jaar geleden in zat. Very, very close to my age indeed, and they were all so young back then as well, which goes to show even more how courageous they were when they gave up their lives. Op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek heeft een van de vele anonieme graven een naam gekregen: William Ginger Loney.